Fresh Kids, hoe gaat het met jou? Ik geloof dat in de afgelopen tijd God zulke toffe dingen, geweldige dingen, misschien ook buitengewone dingen in jouw leven heeft gedaan. Vandaag gaan we natuurlijk weer hebben, we gaan horen naar het woord van God en we gaan het weer hebben over de fulfillment of God's protection. De vervulling van Gods bescherming. Zullen we samen gaan bidden? Kom, sluit je ogen, open je hart en focus, richt jezelf tot de Heer. Koraba sanda raba ya raba sekere de. Konda raba ya raba shaka raba raba raba. Hemelse Vader, we danken u. Omdat u zoveel liefde voor ons heeft. Omdat u zo erg een persoonlijke relatie met ons wil hebben, Heer. Dat ons geloof zo bijzonder maakt. Dat het niet een religie is, maar dat het bestaat uit een intieme, een diepe, een persoonlijke relatie, band met u, Jezus. Dank u wel dat wij dag na dag steeds vernieuwd worden door uw geest. Dat wij steeds meer vervuld worden door uw geest. Zodat wij kunnen loslaten wat wij denken. En dat we kunnen volgen wat van u is. Zodat wij kunnen zeggen, dit is wat ik wil. Maar laat uw wil gebeuren in mijn leven. Dank u wel, Heer, voor deze precious kids. Voor deze preteeners ook, Heren. U zegent hen. U zalft hen. En u zult uw bescherming nog meer laten zien in hun leven. En het bijzonder voor degene om hen heen die Jezus nog niet kennen, Heren. We danken u ook voor degene die ons altijd leren. Onze ouders, papa, mama. Maar ook onze geestelijke ouders. Die ons onderwijzen. Die voor ons bidden dag en nacht. Die voor ons klaarstaan. Die ons liefde geven. Die een voorbeeld voor ons zijn. Opa Victor en oma Vivi. Zegen hen, Vader. Dat uw bescherming steeds werkelijker, steeds krachtiger mag zijn in hun leven. In de naam van Jezus bidden we. Als jij gelooft, zeg amen. Amen. Vandaag gaan we het weer hebben over natuurlijk Gods bescherming. We hebben al gehoord over geloven. We hebben gehoord over gehecht zijn aan de Heer. En vandaag gaan we het hebben over zijn naam kennen. In het Hebreeuws wordt het ook wel het woord gebruikt yada. Yada betekent intiem, om hem echt te kennen. Dus als voorbeeld, je kan bijvoorbeeld iemand kennen uit je school misschien, toch? Dan zeg je ook van ja, ik ken die jongen. Of oh ja, ik ken dat meisje ook. Misschien ken je hun bij naam, misschien weet je hoe ze eruit zien. Maar dat betekent nog niet dat je hun echt kent. Maar yada, of de naam van God kennen, de naam van Jezus kennen, betekent dat je intiem bent. Dat je close bent. Dat jij bijvoorbeeld, als je net als voorbeeld van zo net, bijvoorbeeld bij dat meisje of die jongen, dat je niet alleen maar de naam weet. Dat je niet alleen maar weet hoe ze eruit zien. Maar dat je zelfs weet wat hun favoriete eten is. Dat je weet wat hun blij maakt. Zo ook met de Heer. Als wij yada zijn, als we zo'n intieme relatie hebben met hem, dat we zijn naam echt kennen, dat we hem zo goed kennen, dat we zelfs kunnen voelen, dat we kunnen weten van, hier wordt God blij van. Of hier wordt God niet blij van. Of dit is wat hij van mij verlangt, bijvoorbeeld. Als jij dat verlangt, dan ben jij bij de juiste plaats. Vandaag gaan wij daarover leren. Want yada, zijn naam kennen, intiem zijn met de Heer. Dus niet alleen kennen bij naam, niet alleen weten hoe die eruit ziet, maar echt weten, zijn hart kennen. Wat hem blij maakt, wat hij van ons verlangt, wat hij van ons wilt. Amen, wat hij tot ons wil spreken. Als jij, als wij samen tot dat punt komen, dan zullen we nog meer Gods bescherming zien in ons leven. Het is zo mooi, want Mozes had deze intieme kennis over God. Amen. Deze yada. En dat zien wij terug, ook weer in Psalm 91. Ik lees uit de basisbijbel. En hier staat dan, voornamelijk in vers 14 staat, de Heere zegt, omdat hij veel van mij houdt, zal ik hem redden. Ik zal hem beschermen, omdat hij mij kent. Amen. Amen. Zo geweldig. En een ander voorbeeld van iemand uit de Bijbel, die zo'n intieme relatie had met God, die dus yada, dat echt had meegemaakt in zijn leven, was Job. Als jij niet weet wie Job is, of als jij zijn verhaal niet zo goed kent, dan kunnen we straks tijdens onze Jitsi meeting, om 2 uur vandaag, want om 1:15 zijn de Precious Kids van 3 tot 6 aan de beurt, en om 2 uur gaan wij samen onze Jitsi meeting houden. Maar dan kan je daar vragen over stellen, dan kan ik je nog meer over vertellen en uitleggen. Maar voor nu, volg gewoon mijn verhaal. Amen. Dus Job, hij had, weet je, bij hem, hij was iemand die God echt zocht. Hij was iemand die in de tegenwoordigheid van God komt.
Want eerst dacht ik, want Job is iemand waarbij zijn vrouw was overleden, zijn kinderen was overleden, hij was ziek geworden. Alles was eigenlijk voor hem afgenomen. En toen dacht ik, wat heeft Job eigenlijk gedaan dat dat kan gebeuren? Misschien had hij een zonde gepleegd of weet je wel, was hij ver van God. Maar blijkbaar was hij juist heel dicht met de Here. Hij had echt een dichte relatie met de Here. Eigenlijk. Als in dat hij hem echt ging zoeken. Hij bad altijd voor zijn familie, voor zijn zoons, voor zijn gezin, weet je wel. En wat zien we? Wat kunnen we leren uit het leven van Job? Job was zo dicht en intiem met de Here. Dat zelfs wanneer zijn vrouw overleed, zijn kinderen overleden, hij was ziek geworden en hij was alles eigenlijk kwijtgeraakt. Hij heeft nooit God de schuld gegeven. Hij was nooit boos geworden op God. Hij hield van God. Amen. Hij kende zijn God. Hij kende de naam van God. En daarom heeft God hem ook beschermd. Want uiteindelijk is er niks met hem gebeurd. Want de duivel vroeg wel aan de Here, aan God, of hij Job mocht testen. En toen zei de Heer, hij gaf toestemming om dat te doen. Maar hij mocht hem niet aanraken. Dus hij mocht hem niet doen. Hij mag hem niet doden. Hij mag niet maken dat hij overleed. Maar daarom was hij wel ziek geworden. Hij had allemaal slechte dingen meegemaakt. Was alles kwijtgeraakt. Zijn vrouw, zijn kinderen. Maar God gaf nog wel bescherming. En dat was eigenlijk een soort van test. Maar omdat Job zo dicht bij de Heer was. En daarom betwijfelde hij God nooit. Hij gaf God nooit de schuld. Hij hield van de Heer. Hij bleef op God geloven. Totdat op het einde, toen deze test klaar was. Toen het klaar was dat God het heeft toegelaten. Heeft God alles teruggegeven wat hij kwijt was. En niet alleen maar teruggegeven, maar zelfs nog meer dan wat hij had kwijtgeraakt. Nog beter dan wat hij had kwijtgeraakt. Dus dit is een mooi voorbeeld. En vandaag wil ik jou encouragen. Ik wil jou motiveren. Ik wil jou bemoedigen om samen met mij te zeggen. Ja, Here, ik verlang om u bij uw naam te kennen. Om echt yada te hebben. Om die intieme relatie te hebben met u, Here. Dat ik waarlijk niet alleen maar zeg dat ik van u hou. Maar dat het ook echt in mijn daden te zien is dat ik van u hou. Dat ik u ken. En dan zal de Here zeker weten. Mij en jou vooral beschermen. Ik geloof dat echt. Nou, daarom wil ik jou graag uitnodigen. Na onze Jitsi meeting om 2 uur vandaag. En ik wil vragen, is dit jouw eerste keer dat jij ooit over Jezus hebt gehoord? Heb jij hem nog nooit uitgenodigd in jouw hart? Als jij verlangt naar een intieme relatie met Jezus, die zijn leven heeft gegeven voor jou, om jouw zonde vrij te kopen, om jouw eeuwig leven te geven, om jou een hoopvolle toekomst te geven, wil je dan samen met mij Jezus uitnodigen in jouw hart? Want hij heeft een mooi plan voor jouw leven. En hij houdt zoveel van jou. Meer dan wie dan ook op deze wereld. Want hij is jouw goede vader. Zullen we samen bidden? Vader Heer, ik nodig u uit, Heer Jezus, in mijn hart. Ik wil dat u mij redder wordt. En mijn Heer, vergeef mijn zonde. Ik weet dat ik een kind van u mag zijn. In de naam van Jezus. Amen.